Thomas, hoe is het? Hoe zit je erbij na een wedstrijd? Want je hebt de laatste wedstrijd van de dag gespeeld. En nu? Je ziet er heel fit uit. Ja, dat lijkt misschien zo fysiek, maar mentaal is het wel even aanpoten. Maar ja. Hoezo mentaal is het aanpoten? Wat zit er allemaal in je hoofd? Wat gaat er nog door je hoofd heen? Ja, een beetje de adrenaline nog en de spanning. Maar ja, die gaat zeker wel weg straks. En draai je dingen af nog? Dat je denkt, oh, dat had ik zo moeten doen of hoe gaat dat? Ja, natuurlijk had ik in de eerste 10 minuten volgens mij een kans. En ja, die gaat dan af en toe wel door je hoofd heen. Maar ja, echt waar? Ja, bij mij wel. Ik denk er dan wel vaak over na van wat had ik beter kunnen doen. Maar het is gebeurd. Schrijf je nog dingen op zoals Ruud van Nistelrooy vroeger? Die had een heel schriftje met dat had ik zo moeten doen. Of, Nee, dat doe ik meestal niet. Dat doe ik nooit eigenlijk. Ik denk eigenlijk de avond van de wedstrijd nog even na. En dan volgende dag is het weer op naar volgende week. Wat voor soort spits ben jij? Vind je zelf? Ja, ik kan best vervelend zijn in het veld. En ik kan best mensen het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ik probeer altijd op de goede plek te staan en te scoren. En ja, ik ben, zoals de trainer ook al heeft gezegd, niet Messi. Maar ik kan wel gewoon op mijn... Wat ik kan is hard werken en soms op de goede plek staan. Dus, hoe bedoel je het bloed onder iemands nagels vandaan halen? Hoe doe je dat? Heb je daar... Nee, ja, dat is niet een bepaalde tactiek voor nodig, denk ik. Maar ik denk dat, een spits is altijd wel een beetje irritant. Dat probeert altijd de verdedigers wel een beetje uit de wedstrijd te halen. En dat probeer ik ook altijd te doen. Want dan kom ik ook lekker in die wedstrijd als ik dat probeer te doen. Is dat met praten ook? Of is dat met... Soms tikjes uitdelen, een beetje onopvallend. En dat hoort er wel bij, vind ik. Een beetje viezige spits ben jij. Ja, in het veld ben ik heel anders. Dat zeg je met een lach, maar dat mag... maar goed. Maar je dat zelf... En het lukt ook. Wie... Ja, kijk, zoals als er een overtreding wordt gemaakt... dat je even gaat praten, weet je wel, van het kan niet. Weet je wel. Gewoon heel irritant wezen en niet alleen tikjes uitdelen... maar ook gewoon met gebarentaal. Gewoon een beetje irritant. Een naar mannetje, maar wel een goeie. Laten we eventjes naar jouw belangrijkste wedstrijd van dit jaar, denk ik even, tegen ADO. Een hat-trick. Hoe zit die wedstrijd nog in je hoofd? Ja, die zit natuurlijk nog wel in je hoofd. Dus, dat is eigenlijk denk ik mijn mooiste wedstrijd van mijn hele carrière tot nu toe. Ja. Dat je dan in een basisdebuut 3 keer mag scoren. Ja, dan... Mooi. Ja, dan die gaat eigenlijk nooit meer uit je hoofd, denk ik. Beschrijf eens even die goals. De eerste was toen de rechtsback Karavijf kwam goed op. En ik koos positie voor de goal en ik kon hem zo binnentikken. En de tweede was, dat weet ik eigenlijk zelf nog niet. Ja, dat was, normaal maken ze nooit zo eigenlijk. Het was mooi uitgekapt en met links schoot ik hem binnen. En de laatste was denk ik ook wel gelijk mijn lelijkste goal uit mijn carrière. En een bal die ik tegen een verdediger aanschoot, maar daarin vloog. En dat was mijn hat-trick. Je bent een van de jongste spelers in de Eredivisie die een hat-trick heeft gemaakt. Weet je in welk rijtje je zit? Ja, ik heb er wel wat van gehoord. Dat van Cruijff en Van der Vaart en Van Basten volgens mij. Ja, dat is wel ik heb mooi. Ik heb het lijstje, ik heb me namelijk voorbereid dit keer. Ik heb een lijstje. Cruijff, Ronaldo, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Willy van der Kuilen en Justin Kluivert. Oké. Okay. Ja, dat is een heel mooi rijtje, denk ik. Ja. Op wie lijkt je het meest? Ik denk niemand, maar... Op mijn moeder, zegt iemand. Op mijn moeder? Wat goed, ja. Nou, over je moeder gesproken. Ik ken het niet, hoor. Ik las ergens dat je in je jeugd kon jij naar Manchester City... Huh? Maar toen zei je, nee, ik ben liever thuis. Zo, is dat zo gegaan of hoe is het gegaan? Ja, ik hou heel erg veel van mijn familie en ik ben er heel erg hecht aan. En ik woon nog thuis. En het gaat allemaal goed en het ging ook allemaal goed. En ik kreeg veel vertrouwen ook van de club. Dus ik had ook geen reden om weg te gaan eigenlijk. Ja, de enige reden zou dan misschien financieel zijn, maar dat zou voor mij niet uitmaken. En ik ben blij dat ik die keuze ook niet gemaakt heb. Achteraf. Maar dat zou ooit wel kunnen? Of denk je, weet je, ik hou zoveel van thuis en ik ga nooit weg daar? Nee, ik hoop natuurlijk dat ik over een paar jaar, als ik het goed doe in de Eredivisie, dat ik dan natuurlijk een stap omhoog kan maken naar het buitenland. Ja, speel je nu in Oranje ook?
onder 19? Ja, sinds dit jaar eigenlijk ben ik 1 keer opgeroepen en daarna niet meer. En ja, ik weet niet wat de reden is. Dat heb ik ook niet gehoord. Maar ik denk dat dat is omdat ik op dat moment niet zoveel speelde. Ik speelde eigenlijk bijna helemaal niks. Nee, want je zat wel bij onder 18, onder 17. Ja, klopt. Ja, en bij onder 19 ben ik eigenlijk een beetje uit beeld geraakt. En ik denk omdat dat kwam omdat ik niet heel veel speelde. Maar ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat je nu weer aardig in beeld komt. Wat ik heel graag wil weten, en dat wil iedereen hier heel graag weten. Hoe is Slutsky in de kleedkamer? Ja, als er een wedstrijd is of als er spanning bij komt kijken, dan is hij ook best gespannen. Dat zien jullie denk ik zelf ook wel. En dan kan hij best apart wezen. Maar buiten het veld en op training is het een hele leuke man. En, is het een grappige man? Ja, zeker. Hij heeft wel gevoel voor humor. En dat probeert hij ook bij ons wel altijd te laten zien. Wordt er veel Russisch gesproken in de kleedkamer? Bijvoorbeeld als hij boos is of als hij tactisch overleggen, dan gaat hij dat met zijn assistent doen en dat is dan in het Russisch. Een beetje zoals Henrik, als het echt tegen zit, gaat hij vloeken in het Nederlands en hij in het Russisch. Ja, klopt. Tenminste, klopt. Dat vermoed je, want jij spreekt waarschijnlijk geen Russisch. Nee, ik spreek geen Russisch, nee. Kun je het goed vinden met hem? Heeft hij veel vertrouwen in jou? Hoe behandelt hij jou apart? Ja, de laatste 4 wedstrijden heeft hij me dus baas gezet en ik denk dat hij dat wel vertrouwen uitspreekt en dat hij... Zeggen wel eens dat hij veel met jeugd speelt. Maar ja, hij heeft mij nou 4 wedstrijden het vertrouwen gegeven. En daar ben ik heel blij mee. Heb je ooit trainer gehad van Theo? Ja, ik heb wel eens een half jaar volgens mij. Toen ik in de A1 speelde, ben ik aangesloten bij Jong wel eens. En toen was hij nog wat trainer bij Jong. Dus, ja. Wat voor soort trainer is hij, Theo Jansen? Ja, hij is wel in voor een lolletje. En als hij serieus moet wezen, is hij dat ook al. Ja, hij is serieus. Ja. Ja, dat verbaasde mij ook, ja. Ja. Nee, maar dat is waar. Dat hoor ik van meerdere mensen. Ja. Ik zag net, toen je net aan het opzetten was, waar staat hij? Ja, wat staat er? If you're not willing to go all the way, you won't go anywhere. Dat is een quote van Conor McGregor. En die vond ik heel mooi en die vond ik ook een beetje bij me passen. Het staat gewoon, anders wordt het niks. Ja, precies. Ja. Nou, ik zou het vasthouden en kijken wat er komt. Ja. En op naar de volgende hat-trick. Ja, komt goed. Dankjewel. Alsjeblieft.